herinrichting Kasteelpark in Elslo. De gemeente Stijn werkt aan 5 landschapsprojecten. Eén ervan is de herinrichting van het Kasteelpark Elslo. De herinrichting van het park was nodig omdat in de loop van de jaren functies die niet in het park thuis horen er wel een plaats hebben gekregen. Het gaat om bijvoorbeeld een tenniscomplex, een hertenweide en een zwembad. Hierdoor zijn de oorspronkelijke kwaliteiten en bijzondere eigenschappen van het park niet meer waarneembaar. We hebben op de Mergelakker in Catshop een nieuw sportcomplex gerealiseerd, waarbij ook de tennisvereniging een plek heeft gekregen. Deze verplaatsing zorgt ervoor dat er in het Kasteelpark weer meer ruimte is voor de oorspronkelijke functies van het park, namelijk recreatie en ecologie. Om tot een goed eindresultaat te komen en het park weer in oude stijl en charme te herstellen, is in 2011 een inrichtingsplan opgesteld. Het Kasteelpark stamt uit de 19e eeuw en is aangelegd in de late landschapsstijl. Met de nieuwe inrichting brengen we de oude charme weer terug. Dit doen we door het inzaaien van bloemrijke graslanden, de aanplant van boomgroepen, het herstellen van de fruitboomgaard en de wandelpaden. Ook komen er informatieborden, een ornament met tafels en zitplaatsen. Hierdoor verwachten we dat meer bezoekers, jong en oud, het park bezoeken, ontdekken en beleven. De herinrichting is een nieuwe impuls voor de ecologische waarde en de biodiversiteit van het park. Zo vormen bijvoorbeeld de vruchten van de streekeigen fruitbomen voedsel voor onder andere de das. Medio maart is de herinrichting van het Kasteelpark Elslo officieel gestart. De herinrichting van het Kasteelpark is in het najaar van 2012 een feit. Neemt u dan zelf een kijkje. Nu wordt er nog hard gewerkt. Het Kasteelpark is één van de weinig bewaard gebleven historische buitenplaatsen in Nederland. De herinrichting zal ervoor zorgen dat we weer vele jaren van het mooie en aantrekkelijke park kunnen genieten. Als verantwoordelijk wethouder zet ik me hier graag voor in. De beheercommissie Landgoed Elslo, Landschapspark de Graven Westelijke Mijnstreek, provincie Limburg en de gemeente Stijn hebben samen het inrichtingsplan opgesteld.